screenwriter Gemma van Eck begon haar carrière, dat is niet dat was heel interessant, bij Mini Maxi in het theater. En inderdaad, in 92 begon haar solo-carrière. Ze volgde 2 jaar acteerlessen in Los Angeles bij Alan Rich. En dat leverde haar vervolgens vele hoofdrollen op in bekende musicals. Daarna, en dat is natuurlijk heel bijzonder, werd ze gevraagd door Toon Hermans om ongeveer 3 jaar lang in zijn voorprogramma te komen optreden. En naast de vele radio- en tv-presentaties bleef ze schrijven aan haar eigen repertoire. En vandaag dus hierbij de lancering van haar cd Love is the Magic Word. Een groot applaus voor die bijzondere vrouw, Gemma van Eck. Hallo, hallo. Nou, je hebt het gehoord. Ik begin gewoon met zingen, want daar gaat het om. Bedanken, want hij zei dat mij Kort heeft leren kennen. Maar ik heb Ralf Kort leren kennen. Ik vind het een zeer aimable mens. Dus bij deze wil ik het gewoon namens Emine en mijzelf het jou overhandigen als patronne de château. Vandaar heb ik mijn kamerjas aan. Voilà. Gemma, ik had het heel anders bedacht, want ik wilde jou gaan afkondigen met de bloemen, maar wat een eer. Ja, ja, bij deze. Ja. Even lezen. Nee, hè? Nou, weet je, maar hij is stil. Dames en heren, geef ons een kus. En prachtige zongen, Gemma. Nog een groot applaus. En daarna ga ik het doen over. Dank je, vrienden. Dank je, vrienden. Die zegt jou. Dank je. En bij deze vele mensen bedankt Ellen, Andries, vrienden en bekenden, mijn familie, heel vriendelijk bedankt en nog een fijne.